We zijn in Valkenburg en we doen de eerste parcoursverkenning voor het WK op 3 en 4 februari. Het is heel afwisselend, het is ruim. Na de start krijg je gelijk een mooi pad in het bos met op en af, vrij technisch. En daarna weer een stuk waar iedereen zich kan herstellen. Een fietsstuk richting de Casino Town. En daar liggen natuurlijk de herkenbare punten die we in het verleden ook hadden met de schuine kanten en bergoplopen. In 95% van de gevallen zullen ze kiezen voor mollenbanden. Die heb je zeker nodig voor de stukken bergop, maar ook voor de schuine kanten. De druk is voor per renner afhankelijk. En dan qua versnellingen, zeker 28 of 30 voor de klimmetjes. En alles wat op het WK aan de start staat, rijdt sowieso met schijfremmen. Dus dat is ook zeker gewoon een vereiste hier. Bij de mannen praten we natuurlijk over Mathieu van der Poel. Wout van Aert, Lars van der Haar, die al regelmatig geschitterd heeft in de wereldbekerwedstrijden. Bij de dames is het Marianne Vos, Privo, Sanne Kant. Bij de dames kun je namen blijven noemen die in aanmerking komen voor het podium.